Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Gisteren kwam ik aan het eigenlijke onderwerp van HF-propagatie eigenlijk niet toe. Vandaag ga ik nog even door op dit onderwerp en ik heb nog wat meer voorbereiding nodig. Ik ben bovendien wat laat, dus het moet dit keer zonder fouten. En als die er wel in zitten, dan komen die in de uitzending gewoon mee. Mogelijk is de uitzending ook iets korter. Gisteren kwam ik dus aan het onderwerp niet toe. Het is een technisch onderwerp, maar ik doe mijn best om het op een voor iedereen begrijpelijke manier te vertellen. Ik hoop dat dat lukt, maar het onderwerp is in elk geval erg interessant. De voortplanting van radiogolven tussen 3 en 30 megahertz zijn in hoge mate afhankelijk van wat het zogenaamde ruimteweer doet. Even de indicatie, verkeersvliegtuigen vliegen doorgaans rond 10 kilometer hoog. Op die grote hoogtes en zeker nog hoger zijn de omstandigheden anders dan hier beneden. Om te beginnen wordt het normaal gesproken 1 graad per 100 meter hoger kouder. Dat is iets om aan te denken als je een keer met een zweefvliegtuig meegaat. Lekker voorjaarsweer, 20 graden. Maar als dat vliegtuig een kilometer hoog is het nog maar 10 graden. Boven ongeveer 3300 meter krijgt een deel van de mensen hoogteziekte. Niet iedereen, niet onder alle omstandigheden, maar hoogteziekte is dodelijk. Dus iemand met hoofdpijn en misselijkheid die pas sinds kort op een dergelijke hoogte is, moet zo snel mogelijk naar beneden om niet te overlijden aan onder andere hersenödeem. Het maakt ook uit of je een langere tijdsduur op die plek bent, want op een gegeven moment ga je eraan wennen, je lichaam gaat accommoderen en dan is het verder helemaal geen probleem meer. Mensen die goed in geoefend zijn of die daar geboren zijn, die hebben geen enkele last van die hoogte. Maar goed, op de Mount Everest kan eigenlijk niemand zonder zuurstof nog echt goed ademen. Dat is toch wel, als je daar langer verblijft, dat overleef je niet. Zo hoog is dat. Ik meen dat die 8 kilometer is, maar helemaal zeker weet ik dat niet. In vliegtuigen worden dan ook speciale maatregelen genomen om de atmosfeer in de cabine leefbaar te houden. Of de piloot en passagiers met een zuurstofmasker van voldoende zuurstof te voorzien. De temperaturen variëren als je nog hoger komt. Maar hoe hoger, hoe minder gasmoleculen er ook zijn. Het International Space Station vliegt zo'n 400 kilometer hoog en die komt nog maar weinig van die moleculen tegen. Toch zijn dat er op 400 kilometer nog zoveel dat het ruimteschip regelmatig met kleine raketmotortjes opgekrikt moet worden om te voorkomen dat hij door die deeltjes zo ver afgeremd wordt dat hij uiteindelijk naar beneden komt. Daar praten we over. De radiogolven op de korte golf worden door verschillende lagen terug afgebogen naar de aarde. Dat gebeurt door vrije atomen. Ik dacht dat ik verkeerd had opgeschreven. Het zijn atomen. Daardoor worden dus die signalen teruggebogen. En die atomen, dat zijn geïoniseerde deeltjes die door de energie van de zon op die hoogtes vrijkomen. Normaal kom je met een radiogolf niet zoveel verder dan de horizon, tenzij het signaal nog een poosje meebuigt met de aarde, wat golven op sommige frequenties inderdaad doen. Op de korte golf echter komt het signaal tegen zo'n laag aan van bijvoorbeeld 300 kilometer hoog en komt dan vervolgens na 2,5 of 3 kilometer weer omlaag. Het grappige is dat in het gebied waar de golf tegen deze hoge laag aankomt, dat het signaal daar niet te ontvangen is. Dat is pas als hij opnieuw terugkomt. Het is ook mogelijk dat het signaal vanaf die plek opnieuw naar boven gekaatst wordt en dan weer door dezelfde gaslaag of een andere gaslaag in de zogenaamde ionosfeer naar de aarde teruggebogen wordt. Telkens komt er dan zo'n 300 kilometer bij en op die manier kun je bijvoorbeeld ook Australië bereiken. Wel wordt het signaal dan telkens door het heen en weer gekaatst een beetje zwakker. Deze zogenaamde geïoniseerde lagen komen normaal gesproken alleen op bepaalde hoogtes voor. Meestal wordt gesproken over 4 lagen, waarbij de derde laag en de vierde soms samen een enkele laag vormen. De laagste daarvan is de D-laag, die gemiddeld op 75 kilometer hoogte ligt. De volgende is de E-laag op gemiddeld 120 kilometer hoogte. Dan de F1-laag op 170 kilometer hoogte. En dan de F2-laag boven de 200 kilometer. Ik zal deze dingen nog een keer herhalen een volgende keer. F1 en F2 combineren soms tot één laag. Het zijn de E-laag en de beide F-lagen die voor de lange afstanden zorgen. Laag D is een beetje een spelbederver. Die zit daaronder en die verpest het een beetje. Want die kaast het signaal niet terug, maar verzwakt het signaal alleen maar. Goed, ik ga hier de volgende keer later in de week nog opnieuw op in. En ik begin dan met de zojuist genoemde lagen nog een keer te benoemen. Ja, en haastige spoed is zelden goed. Waar ik twijfelde tussen moleculen en atomen, dan moest het elektronen zijn. Elektronen dus, geïoniseerde elektronen. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je de gaatjes goed laat doorvloeien.